mensen, en leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Fans. Ik ben in Plopsaland vandaag voor de verandering. Het is al een eentje geleden, hè? Ik weet het, jullie missen mij waarschijnlijk. Maar ja, ik had geen tijd en aankomend weekend ziet het er ook naar uit dat ik hier niet zal zijn. Dus ja, de buurtpolitie vandaag, daar zal ik helaas geen video van hebben, tenzij dat er een of ander maat afkomt van hey Jordi, ik heb hier wel beelden. Dus het wordt een grote verrassing voor mij en ook voor jullie. Goed mensen, we zijn in Plopsaland. Kijk, we gaan naar Plopsaland, gezellig. En er is wat nieuws, Halloween komt eraan. Dus we hebben heel veel te vertellen, dus het komt dik in orde. Yes mensen, volgende week is het Halloween en dan komt Piet Piraat langs, ja. Volgende week is het al zover, Halloween komt eraan. Ja, in Nederland is het al volle gang Halloween. Ik heb één park gepland in Nederland om te doen met Halloween, wel op eind deze maand. Maar goed, het is gepland, maar wel nog tickets kopen. Ik ga dat vandaag doen. Maar vorige week waren er hier al Halloween donuts bij de Dunkin Donut, maar helaas waren ze bijna allemaal op. Waardoor dat ik geen video gemaakt heb, anders was er wel een video online gekomen vorige week. Maar vandaag ben ik vroeg en ik hoop dat ze het volledige assortiment hebben. We gaan een keer gaan spieken. Het bewijs is er, de volledige baan zijn ze dus met de hand aan het schilderen. Verfborsteltje, verfblik en schilderen maar. Goed, we gaan naar de Dunkin Donut gaan zien, want ik denk dat het succesverhaal van een Dunkin is gewoon omdat er zoveel variatie is. En het is ook gethematiseerd, met Pasen hebben ze paasdonuts, in de zomer hebben ze citroendonuts, nu met Halloween hebben ze Halloween donuts. Ja, wat gaat dat zijn met kerst? Het is het eerste jaar dat hier staat in de pannen, in Plopsaland, dus ik denk dat het wel goed komt. Ik wil zeggen, amuseer jullie, we gaan gaan spieken. En happy Halloween, let's go! Say boo and eat donuts! Ik heb donuts besteld, kort gezellig, maar ik heb ze nog niet bij. Ik ga jullie deze namiddag laten meegenieten van de Halloween donuts, maar we gaan eerst een keer een tourke doen in het park. Heel gezellig, kijk er naar uit. Want ja, Halloween komt eraan zoals ik zei en ze gaan hier scare nights doen. Hier in Plopsaland en er komen spookhuizen, er komt hier van alles en nog wat. Ja, wil je nog in teken staan van de buurtpolitie vandaag? Dit weekend kan het altijd, want ja, het is het laatste weekend van de buurtpolitie vandaag, dit weekend. Goed, we gaan naar Wikiland. De grote golf die is normaal gezien nog steeds in onderhoud. Maar ja, we gaan een keer gaan spieken dat we misschien wel een keertje Halloween kunnen ontdekken vandaag. Of beleven, of ja, ik weet maar nooit. Ja mensen, aan de grote golf is er een groot onderhoud bezig. En het duurt wel een eindje, maar goed. Om dat allemaal in. Hier in Wikiland, zoals je ziet, komt er ook een scare zone. Er gaan hier grizzels rondlopen. Het heeft een thema hoor. Het heeft iets raars. Ik kan het niet uitspreken. Maar goed, de info vind je op de site. Zoals ik al heel veel vertel natuurlijk tegen jullie. En ja, ze hebben een groot voordeel hier. Want ze kunnen rekening houden met de kinnetjes. En met de kleinste bezoekers dus van het park. Waardoor ze
een kindvriendelijk Halloween event kunnen houden van in de verte natuurlijk. Als je hier rondwandelt en je hebt die griezels en je staat daar op die hoek en die kinderen zitten daar gewoon te kijken van in de verte, dan is het niet zo eng. En dan is het een kindvriendelijk Halloween en een eng Halloween voor de grote kinderen. Ja, ik ben eigenlijk echt wel benieuwd wat ze het gaan doen. Dus volgende week komt de Piet Piraat met Halloween. Dus het is nog de kindvriendelijke Piet Piraat die komt. Ja, de kindvriendelijke Piet Piraat. Nee, volgende week komt Piet Piraat en het is nog de kindvriendelijke versie van Halloween. Dan begint het pas echt los te barsten door de Scare Nights. Ja, dat scherm dat blijft toch wel een probleem hier in Plopsaland. De ene keer werken, de andere keer werken niet. Maar goed, we gaan naar school. Let's go. We gaan naar de leuke versie van school. Met de roetband. Heerlijk. Kom je mee? Wat zijn jullie daar nog te staan? We hebben niet de hele dag, hè? Meekomen. Wat doet hij? Een leuke tip hier in Plopsaland, in Sas. Dat is dit hier. Dat zijn de openingsdagen van Plopsaland de Pannen. Zelfs met de uren erbij. Dat is wel handig. Ik heb dat ooit een keer verteld in een video en blijkbaar hebben ze dat idee meegenomen. Heerlijk. Kijk, je kunt er niet naast kijken. Hier heb je dat ook. Gezellig. Hopelijk doen ze dat volgend jaar ook. Dat is zo van een kleine Easter egg. Like me, Ghoster.
dat blijft toch wel een leuke attractie. En ja, die is ook uniek, want het is nog maar de enige in België vanaf volgend jaar. Want eind dit jaar, alleen einde seizoen van Bellewaerdepark, had de keverbaan weg. En ja, dan is het alleen nog maar die hier in Plopsaland die overblijft. Zoals ik zei, volgende week is Halloween hier en de eerste decoraties van Halloween zijn aangekomen. Strooibalken. Kijk dan, het is een zeteltje. Dat was wel cool. Dat was gisteren. Nog niet veel het ene kom. En nu gaan met die banaan. Here we go. Toestelletje. Ja, dat doet goed. Jan. Zelfs na 846 keer is die nog top. Maar dat is een rood geweest en het liggen nieuwe wielen op. Ja. En dat is nu wel het geval, hè? Dus het is zalig. Anders trilt te veel. Ja. Dat ook. Nee, nu vind ik hem zalig. Maar een beetje te intens voor mij. Om er nu geen twee keer op te zijn, want dat zou niet goed komen. Mensen, de Ride to Happiness was zalig. Er zitten nieuwe wielen op, het is echt fantastisch. Echte Max. Ah, het is een Nodde Beken. En die Nodde Beken noemt Jeffrey. Hey. Hoi, dat is lang geleden. Ja, het is een eentje geleden. Er is vraag achter u voor in de video's. Ah, maar kijk, hier ben ik. Ja, hoe is het met jou, vriend? Een beetje ziek, zou zeggen, maar zo van. Hoor. Nee, nou je ziek zit, moet je je kop drukken. Dat is je zin niet ziek. Nee, dat is wel. Maar een beetje een gewone verkoudheid. Nee, je zin niet ziek. Ja, voilà. Je ziet kern gezond, anders zou je niet aan blok staan. Dat is waar, dat is waar. Ik heb honger, heb je ook? Ja, jij altijd honger? Ik ga een hapje gaan eten. We gaan dan meneer spaghetti, we gaan een spaghetti eten. Huh? Ah ja, we moeten nog die test doen. Ja, Annelies wel niet, dus we gaan het weer toppen doen. Ja. Ga je spaghetti eten, jong? Ja. Het is beslist, we gaan spaghetti eten. Ja. Ja, de mensen dan nog een video te goed. Een eentje geleden zei ik dit. Binnenkort moet ik leren spaghetti maken. Ja.
Maar, je moet toch weten wat dat brok zegt, nou, wat ga je hier nu? Ga je naar het kruispot? Ja, maar je was naar het kruispot aan het roken. Je wilt er weer van onder ritmes, nee? En net dat zo gern zeggen. Ja, pasta eet. Ja, dat klopt. En voilà, maar ja, pasta. Ik weet niet dat dat past. Pasta of pasta niet? Dat is dus de vraag. Ja, ja, ja. Ik wil toch een spaghettietje van nee. Ja, gezellig vandaag. Ja, het is weer het toevallig dat Jeffrey hier ook is vandaag. Dat was eigenlijk niet voorzien. Ja. Dus... Verrassing, hè? Ja, de verrassing. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Spaghetti, hè? Wat was de kinderspaghetti? 10 euro. Ja, dat valt nog mee. We gaan een kinderspaghetti vragen. Het is zover, hé. En kaas. Kijk. En kaas. En we hebben ons ticketje. En wat gaan we eten, joh? Ja. Spaghetti. Het is spaghetti. Ja. Met de buzzer. En we gaan twee keer spaghetti bolognese. Het is 16 euro voor een grote spaghetti. Kijk, een kinderportie neem. Jeffrey zegt, we gaan een grote bak. Wow. Jeffrey, echt leuk. We zijn geen kindjes niet meer, eigenlijk. We zijn al grote kindjes. Dat kost eigenlijk niet veel omgaan. Dat is wel. Ja. Maar, je kunt altijd team, ik. Ja. Ik kan altijd doen, ik ben gelijk meneer Spaghetti zelf eigenlijk. Ah ja, oké. Okay. Ja, die mensen kunnen altijd, hè. Dat is te klaar, hè. Dat is waar. Als een beetje grond moet je het vullen. Moet het gevuld worden, dat zeker. Ja. Het is zover, hè, mensen. We gaan spaghetti eten. Ik had nooit kunnen denken, maar we gaan het toch doen. Jeffrey, wat pees je ervan? Is het een slechte thing? Nee. Wat? Het is een primeur he, bij Mr. Team Park fans vandaag. Ja? Ja, het, ik heb nog nooit spaghetti gegeten in Plopsaland. Nog nooit? Nee, nog nooit. Het is een echte primeur. Is dat echt de eerste keer? Echt de eerste keer. Amai. En ik kijk er niet naar uit. Maar ik heb wel honger. Maar ja. Dat is mooi hatch. Van... Maar ja, dat is ons gevoel, hè. We weten dat niet. Nee, 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 nee. Dat is een ander merk dat wel goed is. Het is een gevoel. Iedereen heeft zijn smaak. Hè. Voilà, er zijn mensen die dat niet gaan lekker vinden. Hè. Ja. Maar goed, een kleine tip dat je dat kan geven. Een spaghetti op zijn analyse eten is best van al. Ja, Jeffrey, zijn jullie er klaar voor? Ja, gaan we een dansje doen in het bos van Plop? Altijd feest in het bos van Plop. Yay! Een hans dat kan. Pap, 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 pap. Plopper de plopper de plopper de plop. We zijn niet in een Efteling, sorry, wat? Het is zelfs nog de juiste attractie niet. Hey, ja, lap, ja, mijn broek
Ah, niet, en mijn sjaal, mijn broek is nog droger. Goed, twee. Ja, het is goed. Hé, hey, kabouters, wil jij chocomelk? Ik wil nog een chocomelkje van je. Dat is de slimste. Die is vestjes aan het maken. Ja. Wat nou weet? Ik weet niet. Maar ja, ik kan zijn elektriekfactuur niet meer betalen, waardoor ik geen eten meer kan komen. Waarom? Ja, en daarom moet ik vestjes vangen. En ik hoop dat ik misschien toch nog iets zet voor tegen. Ja, voilà. En in de vroege tijd was het... Ja, die is een kist. De geschiedenis herhaalt zich. Ja. Dat is zoals hier in het bos van Plop. Eerst moet je gaan werken, dan heb je de lente, dan heb je de winter. En dat is dat zo, hé. De geschiedenis herhaalt zich. Elk jaar opnieuw. Op de baas, brand. Pas op, brand. Pas toch op, brand. Hey, die is ook op vakantie in de tunnel. Is dat wel zien? Dat beeld staat er nog af. Misschien nu wel, we gaan het zien. Ja, het is al. Ja, we moeten nog een keer om de trein aan op. Misschien staat er al iets klaar voor het Rizzle-event. Het is toch donker, dus je mag zoveel uw tong uitsteken dat je maar gewoon de mensen zagen. Nee. Jawel. Trick or treat. Geef al je snoepjes of je hebt een treat. Met een mijn geureffectje. Wat gaat die? Man, man, man. Ja, Jeffrey, jongen. Ja, Jordi. En hoe vond je het bos van Plop? Goed, gezellig eigenlijk altijd. Ja, en toch heb ik het gevoel dat er meer lampjes werkten dan anders. De belichting op de laatste scène, wat dat bijna gedaan is, is eigenlijk aangepast. Ik denk dat ze gewoon de lampjes vervangen hebben. Of misschien hebben ze ze geputst omdat er stof aan hangde. Misschien wel, je ziet wel iets veranderd. Ja. Van is dat ons gedacht, dat kan ook. Van mijn gedacht zegt dat ik daar al veel in geweest ben. En ik wel ziet het verschil eigenlijk. Hè? Dat is waar. Ja. En mijn gedacht zegt... Dat ik voor het moment niet veel kan zien van de attractie, dat is aan het gelden zijn. Ik vind het wel echt een makkelijk om te doen eigenlijk, eerlijk waar. Dat is echt rood echt, nodig. Ik vind het echt wel een mens. Dat vind ik eigenlijk een goede zaak. Ja, hé. Ze zijn dat ik die lijn doe bij andere dingen ook. Als ze dat toch onderuit moet doen, is dat mooi. Want het ziet er weer zo schoon uit, hé. Dat gaat echt zalig worden. Ja.
dat we dat weer gaan opzetten. De eerste rit, hè, dat gaat precies zijn alsof dat we op een nieuwe attractie gaan zijn. Ja. We zijn er redelijk zeker van. Ja. We zijn er echt in de werk van gemaakt. Ja, ja, ja. Dat durf ik wel zeggen. Want normaal moest hij eigenlijk al open zijn, maar ja, we hebben ook wel een beetje slecht weer gehad in tussentijd. Ik wil niet vergeten dat er enorm veel werk is ook voor de ramen. Je moet dat met mijn hoofd werken. Ja. Het oorspronkelijke plan was dat hij eigenlijk van het weekend gaat open zijn. Ik denk dat de kans klein gaat zijn dat het gaat open zijn. Ja. Oh ja, dan moet nog getest worden ook, ja, gekeurd worden. Hè. Dat ik het hey. Dus ja, goed. Het weekend zit wel anders. Het weekend zit wel ergens anders. Oh ja, 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 dit weekend wel. We gaan naar dingen, naar de shop. Want het zijn daar nieuwe dingen, het wordt gezellig. Ja mensen, het is tijd om naar de shop te gaan. Hallo. Wat heeft Jeffrey ondertussen gevonden? Schoon, hè? Ja, inderdaad. Leuk. Maar dat is niet het grote waarvoor we komen, maar wel interessant. Mocht je nog een zwempak nodig hebben om naar Plopsaqua te gaan, kun je hier altijd kopen. Wel voor de kennetjes, niet voor de grote mensen, dat hebben ze niet. Ze zullen wel handig zijn. Misschien hebben ze dat wel in het zwembad zelf. Mutsen, de winter komt eraan. Handig. Oei. Ja. Ik ben hier alleen een beetje beu. Oh, hey. Hey, dat is niet wel, hè? Dat is niet, hè? Ja, godverdomme. Oh, wat doet je? Zeg, hier kijk, hier is sneeuw in mijn nekken. Ja, kijk ze. Het leven is vervoerlijk. Ja, je moet dan niet naar beu. Ja, het leven is vervoerlijk. Nee, maar het is echt. Ja, het is echt, hè? Echt, hè? Ja, man, eigenlijk wel. Ja, man, eigenlijk. Ja, ik vind dat je zo te doen, want zelfs nog altijd heb je gelegd hier. En dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar dat is echt scherp. Ja, dat is scherp. Dat is ingepijst. Zo ja. Naar je deuren dan. Ja, maar je voelt dat hier aan je nek, hè? Ja, man. Kijk, want er was net een sneetje op zitten. Ja. Oei, oei. Is de sneetje? Dan moet je een uit worden, hè? Oei, dan, ja, ja, maar één, maar je moet gewoon weglaten. Het is dat. Het is gevaarlijk. Is dat een... Hier, nou, als ik echt dan achteraf. Dat we hier met zo'n zaag, dan zie ik er al zo uit. Met mijn klinieken moeten. Het groene? Ja, toen zie ik de hulk. En toen ga ik hier zo flisteren. Hé, hey, dat gaat voor de rest van je leven mee. Hey, maar dat is echt gevoel. Ja, maar dat wist je niet, man. Ja, nee. Ik kan je dat hier? Je verwacht dat ook niet. Ik denk dat het voor twee jongens, maar... Hier zijn. Jeffrey Jong. Dat je te stot zit, hè? Toen kwam ik kijk af naar jou, hè? Oh, je moet echt bij een tikken. Ik ben wel tak. Dus ja, het is bijna Halloween, mensen. Oké, ik ga braaf zijn. Ik ga altijd mijn boterhammetjes opeten. Ah, dat is goed. Met choco? Ja, natuurlijk. Ah, lekker. Ah. Ik eet alleen met choco. Eet je hier alleen met choco, met Nutella zeker? Oh, nachtmerrie. Nachtmerrie. Die hoort. Oh, nachtmerrie. Nutella. Quatta. Oh. Vroeger was Borinneke, maar kan ik liever quatta. Oh. Of Gottedoor. Gottedoor choco, mega lekker. Ik zie de hulp. Jeffrey. Ja, pas me lekker wel nog, hè? Eigenlijk wel. Ja, zeg schoon, hè? Veel beter. Is het veel beter? Moet ik er al zo naar Annelies gaan? Ik ben de Hulk. Hallo, hallo. Je bent een prachtig mens. Dank je. Ja. Oh, happy Halloween. Oh, happy Halloween! Halloween in Plopsala. Kom maar zo gaan. Kom maar zo gaan. Hé, hey, dat past dus wel nog. Heel ja. Veel kostuum, bro. Ik weet van het niet. Ik vind dat je nog een nut moet aan doen. 4 euro, man. Voor 4 euro, wij, bro. 4 euro, vind je dat apart? Wauw, met korting, met nog 10% korting. Van nog 40 cent vanaf. Deze is een duurste. Ik weet niet. Zie je de pompoenkoning? Ja, de moderne versie. Oh, cool. Ja. Het is een keer wel braaf geweest van jou, hè? Ben je braaf geweest? Ja, kijk, een snoepje. Ja. Oh, wat goed dan. Een snoepje, hè? We zijn de kijkers braaf. Mm-hmm.
Zijn de kijkers braaf geweest? Jerik, ik zie jouw snoepje. Ah, oei. Oei, ik zie jouw pompoentje. Mensen, de echte reden waarom dat we hier in de shop zijn, dat is voor nieuwe K3-spelletjes. Het is al een eentje dat ze er liggen. En er komt altijd maar nieuwe dingen bij. En Jeffy gaat showen. Dat is van een nieuwe videoclip. Ja. En de back van Vleugels. En de back van Hanne is hierop gefotoshopt. Voor de rest is het ook een heel mooie foto. Want ze was al zwanger toen. Was ze al zwanger? Ja. Mooi. Ja, maar het kan ook een andere foto zijn dat ze gebruikt hebben als ze ergens aan. Omdat ze waarschijnlijk die kleren al liggen dan. Je weet dat niet. Dat is waar. Dus je kunt dat altijd in twijfel trekken. We kunnen iets winnen doen, blijkbaar. Ik vind dat ze er wel schoon op staan. Eigenlijk wel, ja. Waar? Ja, ja, ze staan er toch gewoon op. Ze staan er mooi op. Ja, je kunt alles goed zien. Dat is fantastisch. En dat is het? Dat is de tekening. Nee, ja? Ik vind dat geen zo'n mooie tekening. Nee? Allee, tekening, foto. Nee. Ja, je liever dat? Maar ja, natuurlijk met de winter en de vliezen, het past wel. Nee, dus, ja. Maar het is een persoonlijke keuze, maar ik weet niet wat ik liever heb. Ik had liever het eerste dan, dat ik moet kiezen. Maar ja, het is toch weer allemaal hetzelfde. Ja, dat is wel leuk. Nee, dat zijn andere foto's, hè? Ah, dat is een andere foto, hè? Dat is een andere foto. Ja, kijk. Nee, dat vergelijkt met dat en dat. Ja, ja. Het is anders. Nee, een andere foto, hè? Ja, er zit plekken tussen, hè? Ja. Ik ga zo mijn uiterste best doen voor een liedje te spelen. En ja, maar doe gewoon dan, zoals op dat je aan het zingen bent, hè? Ik doe mijn uiterste best, hé. Dus we gaan er iets leuks van maken. Hé. Het is bijna Halloween, dus we gaan er iets proberen van te maken. Ik vind dat eigenlijk wel nog mee van. €40. Ja, dat valt nog niet mee. Ja. Kun je daar een box op passen? Kun je daar een box op passen? Jij zeker? Dat er daar een pennetje in kan. Hey, chance. Nee, het gaat toch geen pennetje. Ik vind dat het tijd is voor een ritje te doen bij Maya. Maya? Ja, Maya roept ons al. Hoor je haar? Ja. Maya. Jordi. Zalig. De bloemenmolen, we gaan op de bloemenmolen. Ja, hier, dat is van die oogjes. Ik heb straks een verrassing voor zin voor Jeffrey. Jullie weten het al, maar Jeffrey weet het nog niet. Die spinnetjes. Nee, ik weet niet aan spinnetjes. Dat is dat hier niet, hè? Dat niet. Dat is een leermuis. Dat formaat kan ik nog aan. Dat formaat kun je nog aan. Maar vanaf dat we groter gaan, gelijk deze hier, dat is niet mijn vriend. Dat is, die is groter, dat is zijn broer. Is dat zijn broer? Zijn broer. Mm. Wacht. Een spin. Ja, jong. Ja, hier heb je geluk, hier heb je spinnetjes. Alright, we gaan naar de bloemenmolen. Dat wordt gezellig. Het wordt heerlijk, het wordt fijn, het wordt tof, het wordt van alles en nog wat. Zalig. We hebben een beetje pech, joh. Ja, het is al vast een beetje. Nee, we gingen eigenlijk juist op de bloemenmolen gaan. Ja. En wat gebeurt er? Het is toe. Ja. En waarom is het toe? Omdat ze al vestelend open zijn. Omdat het woensdag is. En woensdag staat tegenwoordig bekend voor... Ja. Kaartjes te kopen aan 40% korting. Dus nu krijg je 40% korting als je kaartjes verkoopt. Ja. Dan had het flash. Ja. Als je kaartjes koopt, maar ja, daardoor krijg je wel op dat gebied een klein beetje minder kwaliteit. Bijvoorbeeld, in de week van de Ride to Happiness rijdt de trein op één. Allee, rijdt de Ride to Happiness met één trein. Ja. In het weekend, soms voor hetzelfde aantal bezoekers. Rijdt eruit, dan heb je net met twee treinen. Ja. De bloemenmolen is al wisselend open, als ook de waterlelies en de boomstam daar, die daar ronddraait. In het weekend is dat allemaal geopend. Ja. Dat is verschil. Dat is verschil, ja. Ja. Soms voor hetzelfde aantal bezoekers. Ja. En ja, ik denk dat ze daar nog een beetje gaan moeten gaan werken. Gaan werken. Ja. Ja. Ja, het is nog een beetje zoeken voor hen. Maar goed, we gaan splashen, want dat wordt ook geestig. Maar volgende week komt Piet Piraat naar het park. Zoals ik al vertelde in de video, Piet Piraat komt langs. Dat wist ik niet. Ja, wel vermoedelijk met dezelfde show zoals vorig jaar. Ah ja, maar denk je? Want in de buurtpolitie vandaag is ook juist hetzelfde zoals vorig jaar.
Okay. Met één iets verschil, dat er meer staat rond het geheel verzorging en politie en dergelijke. Waarschijnlijk heeft dat ook wel iets te maken met de huidige situatie waarin de wereld zich nu bevindt. En uiteindelijk is dat ook niet slecht, want zo zien de kinderen ook wel een keer van... Ja, er zijn meer dingen dan Plopsaland alleen en... ja, dat is niet slecht als ze dat een keer doen. Alleen wat positieve kids. Ja, absoluut. Er is geen ontkomen meer aan. Want wij gaan naar de Dino Splash. En in plaats van met de jeep door het oerwoud, dan gaan wij met de boot door het oerwoud. Een dinosaurus mag er zijn. Met de boot door het oerwoud. In de prehistorie is het leuk. Ik zag zo in de verte een grote dino staan. Hij keek naar mij en hij spoot me nat. Maar Jeffrey vond het fijn. Hij zei nog een keer. En als je een goede tip wilt hebben van mij. Ja? De Dino Splash in de donker als het park lang open is. Ja? Of in de winter als het rap donker is. Dan moet je de Dino Splash doen in het donker. Omdat dan alle lampjes aangaan. Maar in de vulkaan heb je een fantastisch zicht. Wauw. Oké. Met de boot door het oerwoud. In het donker is het een aanrader. Met de boot door het oerwoud. De prehistorie is hier back. Met de boot door het oerwoud. Mister Pimpar komt er weer al aan. Met de boot door het oerwoud. De prehistorie in. Ja, in de verte zag hij een draak. En hij zei, die draag, die gaat een beetje snel. Slingerplanten, hey. Slingerplanten, hey. Met de boot door het oerwoud. In het oerwoud, dan voelt hij zich thuis. Met de boot door het oerwoud. Hij gaat er toch weer voor. Jeffrey, jong, heb je er zin in, man? Altijd, hè? Altijd, dat geloof ik niet. Nee, het is Halloween en de draak passeert. Perfecte timing. Ja? Ik vind het een fantastische actie. Ja, hé. Ik ook. Maar ik vind het wel verbeterd sinds dat die Dino's Splash hier staat. Heel zeker. Hey! Die meisjes zien dat niet, hè? Hey, maar wel een goede timing is, hè? We worden opgegeten van de draad. We gaan dus naar boven, we gaan op de Dino Splash, we gaan het oerwoud trotseren. En zoals je weet, kunnen we misschien opgegeten worden van een dinosaurus. Het kan altijd gebeuren dat de jongen hier voor mij plotseling verdwenen is en georberd is door de dinosaurus. Dat zou ik heel jammer vinden, maar helaas is de natuur een beetje hard. Jeffrey, let op voor de dinosaurus, want voor je het weet, word je zelf verpulveld of hoe we het ook moeten noemen, opgefret, zo gaan we het noemen, van deze ja, grote kanjer die een beetje dood lijkt. Hey! Ja, dat is het begin van een dinosaurus. Shit, man. Nee, shit is hier niet. Ah, man. Oh, yeah. Ah, ja. Oh, ik heb geluk. Dat is over, Jeffrey. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb helaas slecht nieuws. Deze man voor mij is nog niet opgepulverd door de dinosaurus. Dat wil zeggen dat deze man nog steeds in de boot zit. Maar niet getreurd. Hij heeft nog een kans. Alleen zijn die dieren bovenaan al dood. Maar goed, wie weet wordt deze man voor mij nog steeds opgepulverd van vleesetende dinosaurussen? Geen idee. Tja, Jeffrey Young. Je hebt weer getroffen, mee, man. Mooi, moet niet reden, jongen. Dat is niet nodig.
splash time, it's splash time. Splashy, splashy, splash. Dat is Halloween. Dat is hier heel het jaar door Halloween, jongen. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan nu de grote verdwijntruc doen. Want zo dadelijk is Jeffrey niet meer in deze boot. Nee, Jeffrey, die ligt namelijk naast de boot. Ja, lap, Jeffrey. Jeffrey is niet naast de boot. Jeffrey, waar ben je? Waar ben je? Ah, ik dacht dat je daar in het water was beland. Vanwege de kracht van de splash. Het kon altijd. Alles kan. Alles mag. Wow. Het is kapot. Ja, het is kapot. Maar hoe dan raar lawaai, man? Pas op voor de rij, hè. Ja. Wacht, nee, het is botsing. Hop! Ziet, marcheert weer. Het is kapot. Het werkt weer. We hebben weer geluk hier. We zijn weer een wasje. Ja, we zijn niet opgegeten van de dinosaurus. Ja, geluk. Ik ging sowieso niet opgegeten worden, want ik ben niet lekker. Ik kan te veel vet aan in en een dinosaurus zet dan niet graag vet. Die heeft liever vlees in plaats van vet. En in een mens heeft vlees. En ik heb vet. Ja, dat is het. Oeh, The Ride to Happiness. Ja, dat is wel een leuk eigenlijk. Ik heb er al opgelost vandaag. Ga je erop, Jeffrey, of niet? Straks. Straks? Nou, misschien eerst voordat we iets zien. Dan gaan we eerst naar The Ride to Happiness. Oké. Hoe is de eerste? Oké, dan gaan we naar The Ride to Happiness, mensen. We gaan dat doen. Fantastische... Want nu gaan we naar de happiness en daarna gaan we naar de mega happiness voor onze maag. Nu is het happiness voor ons hoofdje. Ja. En zo is het heel dag happiness. Ik zou misschien zijn dan weer. Nee. We gaan toch nog tegenkomen like vorige week. Vorige week hebben we geen video gemaakt, trainde. Het was niet het moment voor een video te maken. Maar vandaag is het prachtig weer, het is heerlijk. Maar vorige week hebben we er te veel op geweest. Hè? We zijn eerst naar Dunkin geweest vorige week en toen hadden we zoiets van wauw, we gaan twee keer op de Ride to Happiness. Dat was geen goed plan. Twee keer zijn we erop geweest en dat was inderdaad waar je een goed bezoek had, denk ik, die dag. Ja. Maar twee keer... Dat was geen goed plan. Dat kon het niet aan de rand, twee keer na één. Maar ja, voor een ander wel. Voor ons was dat geen goed plan. Mensen vragen zich misschien wel af, wij gaan altijd naar die grote attracties, maar er zijn hier ook kinderattracties. Ja, we slaan nog zo groot. Ja, dat is hier hetzelfde verhaal, zoals in Mayaland, dat ze afwisselend open zijn. Ik vind dat er volk genoeg is voor het allemaal open te doen, op bepaalde plekken toch? Maar goed, dat is mijn mening zoals ik al zei. Maar hier heb je kikkertjes, daar heb je... konijntjes met pruimen, zeer lekker. En daar heb je een emmer met gaten in. Heb je een emmer met gaten in? Dat is wel wat leuk. Eigenlijk is dat zeer nuttig, een emmer met gaten in. Weet je waarom? Dan kun je er bloemetjes in zetten en heb je nooit te veel water in bij je bloemetjes. Daarom is dat nuttig. En we hebben hier ook nog eentjes. Ah, en eentjes met sinaasappelsaus is mega lekker. Mijn kindjes vinden dat de max. Ik vind dat eigenlijk ook wel leuk. Eten ze graag eens? Allah. Ja, met sinaasappelsaus. Oh, zo lekker. Oh ja. Dus van alle dierenvrienden, nu heb ik wel een groot probleem. Ik eet dat graag. Voilà, eentjes. Gezellig. In een mens voor u, Jeffrey, is dit volle verrassing vandaag. Helemaal. Echt op die eentjes. Ja, kunnen ook op de konijntjes dat je dat wilt. Nee, de eentjes is oké. Of op de kikkers? Doe maar de eentjes dan. Oké, we kiezen voor de eentjes.
getroffen, nee. Kom, anders stond straks op. Ja. We gaan eerst de kleine versie doen. Ah. Kijk, we gaan al omhoog en omlaag. Ja, ja. Ja, eigenlijk is de kiddie coaster, het is echt waar. Hey! Kijk, we jumpen naar boven en naar beneden. Heerlijk. Dat zijn de golven van Plopsaqua. Alleen is het geen zwembad. Het is met het bootje dat je op de golven ligt. Met de band als ik in Oceade. Herinner je dan nog in Oceade zo? Ja, hè? Zalig. Are you ready, man? Ja, hele wind. Ja. Hij is scheetje gelopen. Ja, dat is ook een wind, hè? Spannend, hè? Ja, jong. Ik zou zeggen, enjoy. We zijn ermee weg, hè, wind? Ja, jong. Ja, bedoel. Mantekes toe. Oh, ho! Oh! Oh, ho! Wow, man! Wow, die bleef wel lang ondersteboven, hè. Amai. Alright! Woehoe! Wow! 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 Happiness. Dat is iets geheven dan die eentjes. Ja, we hebben het niet volledig op beeld, want we hebben een technisch probleem. Zelfs bij Mr. Team Parfums gebeurt het af en toe elke keer dat er een technisch probleem is. Maar goed, we hebben toch een stukje als bewijs dat een Jeffrey op de roetbaan gaat. Gezellig. Maar ja, het was maar het begin van de roetbaan, dat was. Maar ja, beter iets dan niets, zeg ik dan altijd. Dat was, heel hevig. Absoluut. Het was niet voor herhaling vatbaar, want anders zou een Jordi Vlug zeggen: oké, het is mislukt, we gaan nog een keer. Maar zoals ik al zei, we gaan dat vandaag geen twee keer na één doen, want anders zijn we helemaal groggy. Allee, van de een wel, voor de ander niet. Groggy, snap je? Groggy, groggy. Goed, het is Halloween maand. Halloween maand, ja, het is Halloween maand. Want hier in Plopsland is er nog geen Halloween, maar het is wel Halloween maand. En bij de Dunkin nemen ze Halloween donuts. Wat gaan we vandaag doen, Jeffrey? Dank je. Ik heb een verrassing. Een verrassing? Ah ja, het is eigenlijk een verrassing, want als je me kent, wist je waarschijnlijk al dat we daar naartoe gingen gaan. Ja. Maar de verrassing is dat we Halloween donuts gaan uittesten. Oh, mooi. Ja. Oh. We hebben vorige week een voorproefje gehad, dat hebben we allemaal niet gefilmd, want het was aan het regenen, ik had geen zin, maar nood aan een babbelingske. Je kent dat wel zo. Je komt naar Plopsaland en je hebt zoiets van, ja, we gaan een video maken en uiteindelijk doe je dat niet. Vandaag is het omgekeerd vandaag. Was ik van plan om een video te maken. Want het is lang geleden en ik monteer graag en ik heb zoiets van, we gaan eentje maken. Vandaag op het programma, want het was ook vorige week van, ja, waarom moet ik hier een video over maken dat we het assortiment niet hebben. En dan kan ik zowel volgende week terugkomen, dan heb ik heel het assortiment en kan ik een keer kiezen. Ja, het mocht dat weer niet zijn natuurlijk, want vandaag zitten al die donuts in een doosje. Vorige week was dat niet het geval. Maar goed, we hebben wel het assortiment beeld. Het is nu namiddag, ik verwacht dat dat bijna allemaal uitverkocht is. Waarschijnlijk wel. En ik heb een verrassing. Nog een Halloween donuts gaan eten. Meer dan één. Die clowns willen ook een donut. Bomba en Bombaloo wil de donut. Na Bombaland is er op dit moment nog niet veel veranderd. Nou, dat kan ook niet anders, ze zijn binnen aan het bouwen. We gaan nog een keer proberen te spieken. Als we misschien toch wel ergens iets kunnen zien,
maar ik vrees ervoor. Nou, Jeffrey, jong. Ja, dat is de vraag. Wat heb ik het gemeen? Ik zie een doos staan. U ziet een doos. Met een kat op, die heel boos is. Mm-hmm. En het ziet er wel spooky uit. Een spooky kat. Oké, mensen. Het is Happy Halloween or Trick or Treat bij de Dunkin' Donuts. En wat gaan we proeven, jong? Nu is het niet meer moeilijk, hè? Donuts. Nu gaan we donuts proeven. Ja. Alright. Maar ja, eerst een vertellementje. Het is wel een leuk Halloween cadeau eigenlijk. Als je zo een keer iets wilt doen met Halloween. Het is eigenlijk echt een origineel Halloween cadeau. En hoe dat ze het doen, ik vind het fantastisch. Het is, ja. Leuk, hè? Say boo and eat donuts. Daar gaat ie. Weet je nou dat ik vorige keer zei wat dat smaakte? Een praline, dat je zo die lopende crème dat zo met drank in. Nee, dat is nee? Niet. Is het wat anders, hè? Ik wil niet zeggen dat het chemisch is, maar het is zo speciaal. We hebben gezocht, we hebben de kopjes bij elkaar gestoken en we weten, of nee, we weten, we hebben een vermoeden wat soort vulling dat dat is.
Halloween komt steeds dichter, dichterbij. Ja, bleh. Ah, die bloempotten zijn hier weg. Kijk. Is dat al lang dat ze weg zijn? Waarschijnlijk wel. De kans is groot. Goed, we gaan op mijn favoriete molen, als die nog open is tenminste. Dat is de bloemenmolen. Volgende week zaterdag is er de Scare Nights. Ik wist het niet, maar we waren daar toevallig aan de zijkant van het Proximus Theater en ja. Er hangde daar reclame uit voor Halloween. Ja. En er stond op 15 oktober Scare Nights. Oké, okay, 15 oktober, dat is toevallig volgende week. Het gaat snel. Ja, ja, ja. Ja, de volgende week zijn we al 15 oktober. Ongelooflijk. Ja, bang te worden, nee. Ja, we zijn al de tweede week van oktober dan volgende week. Echt, het gaat kei snel. Maar hey, mensen. Dit weekend heb je nog de... Ik zeg altijd de boevendagen, maar dat is geen waar. Het zijn de politiedagen. Ja, de buurtpolitie. Ja, politiedagen. Ja, voilà. Nee, dank je. Oeh, je kunt hier buffetten komen eten. Voor €36,75. Dat gaan we nog een keer doen. Ik heb nog een bon liggen. We gaan dat nog een keer doen. Ik ging vandaag mijn bon gebruiken, maar ik was die vergeten. We gaan nog een keer buffetten komen eten. Vond je het plezant? Dat was eigenlijk wel. Ja? Samen op twee. Ja, dat had ook veel plezier, hè. Huh? Jong, ik vind het ook plezant. Dank u. Ja, dat is wel lekker durf. Maar goed, nog een keer dankjewel. Graag gedaan. Ik zie je achter ons allemaal staan. Ja, zalig. Goed, het was gezellig. Ik zou zeggen, mensen, wat zeg ik altijd? Van de mensen. Ja. Nou ja, dat is niet het eerste wat ik altijd zeg. Hè? Dan ben ik heel bezig nu. Bedankt voor het kijken. Ah, ja, dat bedankt als voor het kijken. Ja, 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 ja. Naar deze Halloween video. Dus vanaf volgende week is het Halloween. Je hoort het al aan muziek. Ja. Het is al aangepast. Je ziet het al aan mijn hoofd. Ja, inderdaad. We zijn de pompoen geworden. Oei. Dat is vreselijk, dat is spoken. Hallo, hallo, Halloween. Wie niet weg is gezien. Oké, okay. We zijn klaar voor Halloween en ik zal zeggen tot de volgende keer. Vergeet het niet, abonneren, reageren en blijven kijken. Tot de volgende. En dat er iets gebeurt nu. Ja, goed, ik wil nog één iets zeggen tegen jullie. Verschiet er niet in dat er af en toe, tijdens de rustigste periode van het jaar, wanneer dat Plopsaland de Pannen niet zoveel open is. Want ja, binnenkort is het Halloween en dan heb ik er weer een beetje tijd om af te komen. Want dan kan ik nog altijd naar mijn werk afkomen. Maar de afgelopen tijd is me dat niet echt gelukt. En er was ook niet veel verandering. Maar vanaf volgende week is het Halloween, dus dan komen er weer hopelijk veel video's online. Spoken Halloween, wie is gezien. Wij ook. Tot de volgende. Yo. Wij zijn ook gezien, want we zijn schip in. Bye bye. Schip uit. Schip uit, piraatjes, met mijn schepen schijt. Hij zegt niet veel te lachen, maar op mijn werk staat mijn hoofd altijd schijn. Ja? Altijd. 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 Heb je er altijd de wind mee? Nee, ik zit op de scheve schuit. Oké, eet je op de schuit? Niet zoveel, maar ik zit wel op de scheve schuit. Oké, over en uit. Salut.